In een zeer feestelijke sfeer is de Mangolaan afgelopen zaterdag opgeleverd. De Mangolaan verkeerde volgens de NDP-volksvertegenwoordiger Melvin Bouva jarenlang in deplorabele staat. Hij zegt dat de moeite van de overheid om deze weg te herstellen niet vlekkeloos is verlopen. Bij de aanvang van de rehabilitatie van de Mangolaan zijn de werkers, volgens hem, onder meer geconfronteerd met het opzettelijk in brand steken van de buizen. Desondanks is het einddoel bereikt, benadrukt de Bouva. Maar te in een Libi lobby one, te in een partij lobby one, te in een regering en te in uw verantwoordelijkheid, je bent vastberaden. Je hebt briefje in wat je wilt doen. Dat wat je wilt doen, boom. Sawani kom meka kom. Te gado leju in a pasi dat je bereikt wat je moet bereiken. En we zijn vastberaden. En Uroko en Aroko resulteert dat die deel van een mooi passie. Nieuw, compleet. Je ziet er even looppad daar. Betekent netjes. Je ziet drempel daar. Tramwaybaar dat het Fire City. Vijay Chotkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zegt dat de rehabilitatie van de Mangolaan geïnitieerd is door het Dalian 4-project dat landelijk wordt uitgevoerd. De minister liet verder weten dat de regering zich niet alleen bezig heeft gehouden met de asfaltering van de weg. Wat Mangolaan betreft, aan de asfaltering wat we doen, maar we zorgen dat de nutsvoorzieningen, water, stroom, Angatelesuur direct vernieuwd. U hebt de beelden net gezien. Perman bij de bezig in Rocco. Maar ook toen wat er een beetje probleem bij de. Dat bij de water onverlast. Ibrioen te alleen komen. Een gebied bij Sungu. Wel een olivenso. Want de regering die is net doen of Tusani. Te hij komt. Hij pakken een boom. In een lazy. Integraal. En dat is aptak voor de komende 40 jaar. Sa 40 jaar is refi, u zet a passie jagia volk. OWT-NC-minister Chotkan zegt dat nu de Mangolaan is gerehabiliteerd, andere wegen in dit resort ook aangepakt zullen worden. Enkele van deze wegen zijn de Paragrasweg, Koffieweg en de Davisweg.